Welkom bij het maandelijks kritisch forum met vaste en wisselende gasten over de politieke actualiteit. Voor deel 1 hadden we Kees van der Peil en Stan van Hauk te gast. Stan ligt in het ziekenhuis waar het overigens goed met hem gaat. En voor deel 2 gaan Kees en ik met u de actualiteit doornemen. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de media zwijgen. Ik ben Ab Gieterlink en vandaag in gesprek met Kees van der Peil. Hartelijk welkom, Kees. Ja, dankjewel Ab. Jij komt net terug uit Italië. Ja. Dus misschien moet je daar even verslag van geven. En dat gaat over de presentatie van je de Italiaanse versie van je boek over de coronapandemie, La pandemia della paura, progetto totalitario o revolutione. Ja, nou dat is een letterlijke vertaling van de Franse editie, omdat de vertaalster, Danielle Dana, die heeft de Franse editie gebruikt om de vertaling te maken. Mm-hmm. Omdat de Nederlandse, is te veel over Nederlandse details. Ja, de Nederlandse versie heet? Pandemie van de angst. Ja. Opstap naar een totalitaire maatschappij. Toen nog vraagteken. Inmiddels kunnen we dat eraf halen. En die is hier meer dan 4000 keer verkocht, begrijp ik. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval 4 drukken, ja. 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 Hoe was het in Italië? Nou, maar niet over... over het eten gaan praten. Nee, dat was heel interessant. Dus in Milaan heb ik het boek gepresenteerd voor ja, een soort ouderwetse communistische partijafdeling. Mm-hmm. In een nederig keldertje, maar toch wel een heleboel mensen. Mm. In Florence heb ik gesproken voor de geïnteresseerde burgerij, zal ik maar zeggen. Dus mensen in nette kleding en een beetje deftiger. En daar kreeg ik van de boekhandelaar Libreria Salvemini, kreeg ik de Engelse vertaling van een studie van een criminoloog die met hulp van die boekhandel is uitgegeven. En dat is echt zo'n boekhandel zoals wij in Nederland eigenlijk niet hebben. Je hebt de boeken uiteraard, maar daarachter heb je dan een zaaltje. Helemaal, en dan zit je in een enorme boekish omgeving. Ja. En dit document dat ik bijna uit heb inmiddels, dat is echt, als je praat over tribunalen, dan is dit het document. Vergeet niet dat in Italië de coronamaatregelen veel strenger waren nog dan hier. Ja. Mensen zijn voor een groot deel opgesloten, mochten niet naar buiten. En je kon alleen naar je werk als je de zogenaamde Green Pass had. En daarin stond gevaccineerd. Verder niks, test of zo, gewoon gevaccineerd. Ja. Niet gevaccineerd, no jab, no job. Mm. En ja, in dit document staan dus allemaal dingen dat bijvoorbeeld in Bergamo, waar dan de verschrikkelijke de eerste golf was, dat daar militaire vrachtwagens met doodskisten door de straten reden, wat over de hele wereld verspreid, maar in die doodskisten zat helemaal niks. Dat was gewoon om de stemming erin te houden. Ja. En er staan nog veel meer dingen waar ik over praat. We praten over Bergamo februari 2020. Ja, precies. Dus zeg maar in de opmaat naar de officiële verklaring van de pandemie. Maar er staan nog heel veel onthullende dingen in. Maar, ja. Nou, in Rome heb ik gesproken weer voor... dat was de Assemblea Militante. En de, ja, hoe die groepen allemaal heten, weet ik niet meer. Maar weer zo'n arbeidersgroep. Tenminste, een groep die zich tot het socialisme... op het socialisme oriënteert. En daar heb ik ook een apart nog een ontmoeting gehad met Thomas Fazi. En Thomas Fazi heeft samen met een Engelse co-auteur heeft hij dit boek, de COVID Consensus, geschreven. En dat wordt 3 mei ook in Nederland gepresenteerd, in Nederlandse vertaling. Mm-hmm. Daar hebben we over gesproken. We hebben boeken uitgewisseld. En hij heeft nog een heleboel verteld over politieke ontwikkelingen in Italië, waar ik nou verder niet al te veel op zal ingaan. Mm-hmm. Daarna gingen we naar de hiel van Italië. Salento heet die provincie, onderdeel van Puglia. Ja.
En daar heb ik bij in de openbare bibliotheek van Sister Nino het boek mogen presenteren. Mm-hmm. Dat waren weer geïnteresseerde burgers, zal ik maar zeggen. Dus er was een jonge bioloog en dat soort mensen. Mm. En de laatste bijeenkomst was de meest interessante, zou ik zelf zeggen. Ook de meest hoopgevende, omdat dat was een Italiaanse Rob Elens, die zich kandidaat heeft gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. Mm. Agostino Ciucci. Mm. En ik mocht dan naast hem zitten en weer mijn verhaal houden. Ik heb geprobeerd om steeds wat anders te doen, zodat de vertaalster Daniele Danna, die echt vloeiend Engels spreekt, niet vijfmaal precies hetzelfde verhaal moest vertalen. Maar ze werd ook steeds beter als vertaalster. Mm. Beweging waar hij de kandidaat voor staat, die is mede opgericht door die Thomas Fazi. Dat maakt het dus echt extra interessant. En die is gebaseerd op het idee dat ze nog links, nog rechts zijn, maar het brede verzet tegen de coronamaatregelen willen bundelen. En aangezien dat ik heb van het begin af aan, ja, wie ben ik, gepleit voor de vorming van een vrijheidsfront. Waarbij Forum voor Democratie de leiding zou moeten nemen. In Nederland? In Nederland, ja. Om iets dergelijks. Maar dan zouden ze ook moeten ophouden met dat gehak op links. Waarbij ze eigenlijk bedoelen D66, GroenLinks. Ja, ja. En dan gaat het maar door. Maar er zijn ook echte progressieve mensen die graag iets zouden willen doen. Maar dan niet in hun eentje alleen maar. Ja. Oké. Okay. Maar het was allemaal prachtig. Oké, nou leuk, leuk om dit even te laten zien. En natuurlijk ook geweldig dat je nu ook weer een Italiaanse versie hebt. Want zoals ik al zei net, de echte intelligentia zit toch bij Alternatief TV aan tafel. En de rest die geen boeken schrijft, die is voor de mainstream. Hè? Goed, we gaan het hebben over een aantal onderwerpen. De Nederlandse politiek, Rusland, Oekraïne en Israël, Gaza. We beginnen met de Nederlandse politiek. Ja, de laatste gebeurtenis was natuurlijk Thierry Boudin, de vuurlinie. En ook nog weer dat er Russisch geld uit Tsjechië zou zijn. Hoe keek jij naar deze enorme enerverende uitspatting? Nou, ik zie het zo. En ik herhaal gewoon de meningen die ik heb zien passeren, die mij plausibel lijken, onder andere van, hoe heet die ook weer? En dat is dat er zijn nog drie Kamerleden in onze politieke verhoudingen die zich keren tegen de oorlogshysterie die aangewakkerd wordt om erop los te gaan tegen Rusland. En dat zijn de drie Forum parlementariërs. En die moeten dus een kopje kleiner worden gemaakt. En dat doet men nu via die aanvallen van die verschrikkelijke D66 en GroenLinks voor lieden. Ja. En ik had wel in die zin te doen met Baudet, omdat hij op bijna alle dossiers gelijk heeft. En niet een beetje gelijk, maar het volledige gelijk. En dat hij een bijna wanhopige oproep deed. Laten we het nou hebben over mijn standpunten. En zien of die juist zijn, of daar iets af te dingen is. En ga zo maar door. Maar daar is natuurlijk helemaal geen belangstelling voor. Want A, weet men helemaal niks. Behalve dat Poetin de duivel in persoon is. Zou men het ook afleggen tegen hem? Ja. Daarbij komt toch ook wel kijken, vind ik, dat hij in mijn ogen niet een echte politicus is. Hij is Thierry Baudet bedoel. Nee, die is gewoon veel te eerlijk eigenlijk. Hij wil elke keer uitleggen van ja, maar ik meen dit echt. Ik heb hier met mijn beste vermogens over nagedacht met mijn mede-fractiegenoten. Heb ik ook tegen hem gezegd vorige week, zat ik daar aan tafel bij Forum Insight. Ik zeg, ja, kijk, jij stelt je op, zeg ik, als wat wij noemen vrij zwevende intelligens, hè, wat jij en ik zijn. Maar hij wil niet de rol spelen van ik ben de voorzitter of de partijleider van een verantwoordelijke partij. En dat betekent dat ik ook politiek correct moet blijven binnen het aanvaarde kader. En dan gaat hij dus iets zeggen, waar hij dan wel zijn excuses voor aanbood trouwens.
Ja, dat vond ik helemaal onnodig hoor. Wat zei hij nou? Nou ja, hij zei, in een ander geval zou ik je op je bek slaan, zei hij tegen Jesse Klaver. Ja, nou, dat zou ik ook doen. Alleen, van mij, ik hoef geen excuses aan te bieden voor dat soort dingen. Maar we moeten wel heel goed zien dat we hier bezig zijn om het Progetto Totalitario in te voeren. Hè. Dus niet alleen wordt de vorm van alle kanten belaagd. Hè. Dus van mij is in staat van beschuldiging gesteld. Ze proberen steeds forums als zodanig te diskwalificeren. Ik vind het heel vervelend ook dat zij niet meer zetels hebben gehaald om iets sterker te staan. En ook met meer kracht te kunnen wijzen op de aanhang die ze hebben. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Het is natuurlijk wat verbijsterend is, ze zitten met 3 Kamerleden. Ja, ja. En ze zijn de grootste ledenpartij in Nederland met meer dan 60.000 leden. En ja, de grootste partij op dit moment is eigenlijk PVV met 37 kamerzetels en 1 lid. Ja. Dat is natuurlijk verbijsterend eigenlijk. Ja. Ja. Ja, en die leden van de Forum zijn er echt en zijn ook heel interessant. Ik heb het misschien al eerder gezegd dat ik in Brabant de jeugdafdeling Brabant van Forum heb mogen toespreken. En ik was echt onder de indruk van de intelligentie en de geestelijke flexibiliteit die ik daar aantrof. Zoals één jongen zei, vroeger was ik van de Partij van de Dieren, nu ben ik extreem rechts. Dus dat is een beetje. Maar goed, men wil die partij op een of andere manier kalt stellen om een gesloten front voor oorlog te hebben in het parlement. Want Wilders is natuurlijk direct door de knieën gegaan met zijn eventuele aarzelingen. Ja. Die heeft maar één ambitie en dat is premier worden. Maar goed, dat is nu voorbij. Ja. Ik vind ook zorgwekkend dat Raisa Blommestein ook nu een juridische vervolging achter zich aan heeft. Ja. Om tweets over massamigratie. Ja. Dat zijn allemaal tekenen dat je enorm op je tellen moet gaan passen. Ja, ik doe het niet hoor. Want ik wil nog echt zien dat, als je feiten noemt, dat dan jou dat te lasten kan. Nee, maar dit is eigenlijk, ik moet ook zeggen dat ik zat voor de tv te kijken naar wat hij zei. En vervolgens kwamen ze ook met die Tsjechische connectie over wat heet dan The Voice of Europe. En ik zag dat, hè, waardoor de beschuldiging was dat ook Nederlandse politici betaald zouden worden. En dat men geluiden van Russische herkomst probeerde te smoren en tot censuur probeerde te brengen. Hè. Die website is overigens ook uit de lucht gehaald, waarschijnlijk door een DDoS aanval. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook wel zag als een aanval op de vredesbeweging als geheel. Ja. En iemand als Thierry, die ik daar zelf over sprak, die zei ook van, ja, hij zegt, ik begrijp ook niet. Ik zeg, ik ben helemaal niet voor Poetin, maar ik ben voor vrede. Maar als je dat zegt, dan ben je verdacht vandaag de dag. Ja. En dat is toch een verbijsterende ervaring. Ja. De verblinding die optreedt. Die geen enkele consideratie heeft met de veiligheidsbelangen van een grote mogendheid. Die als Oekraïne echt een frontstaat van de NAVO zou worden. Wat het al is, alleen ze zijn al een eind teruggeslagen nu. Begrijpen dat dat een directe aantasting is van de soevereiniteit en de veiligheid van Rusland, wat een groot land is. En een atoommogendheid, de sterkste in de wereld op dit moment. Met een leger wat van dag tot dag traint in de werkelijkheid. Dus dat is niet met losse vlodders. Ja, dat wordt natuurlijk steeds beter. En aan de andere kant worden onze munitievoorraden worden opgestookt. Dus het is ook allemaal bluff van onze kant. Maar Scott Ritter was, heb ik nog net even gezien. Die was in een filmpje met George Andrew Napolitano. Die heb je misschien wel eens gezien. Dat was een soort, geen hooggerechtshof, maar een federaal rechter, oud-rechter. En daarin zei hij ook dat in het Westen vaak wordt gedacht dat als Rusland waarschuwt, wat ze nu al meer dan 10 jaar hebben gedaan, dat zij dit niet zullen tolereren. Dan denkt men dat Rusland bluft. Maar hij zei, bluffen, dat is helemaal geen onderdeel van de Russische. Het is geen pokercultuur, zoals Amerika. Het is een schaakcultuur, zet na zet. Ja. En hij waarschuwde dat, wat dus al gebeurd is, dat als de Russen vaststellen dat er Franse
militairen in Oekraïne zijn, dan zijn ze eigenlijk dood. Want zij hebben nu al bijvoorbeeld een vliegveld vlak aan de grens met Polen vernietigd. Om te laten zien, denk erom, waar je denkt binnen te komen, daar ben je ook direct weg. Ja, maar goed, luister, daar gaan we zo nog even. Ik wil nog even terug naar de Nederlandse politieke verhoudingen. Om het ook een beetje, het gesprek ook een beetje een lijn te blijven geven. Een ander onderwerp waar we het even over zouden hebben is de verklaring tegen Jodenhaat. Ja. Die heb jij gezien. Wat was jouw reactie? Nou ja, ik vind dat gewoon schandalig. Er wordt dus voor onze ogen een 24/7 Auschwitz uitgevoerd op de Palestijnse bevolking van Gaza. En niet te vergeten ook andere Palestijnen. In de Westbank zijn ook al een paar honderd doden gevallen, als ik me niet vergis. Ja. Om dan het begrip Jodenhaat uit te rollen. Om kritiek op Israël, een ultra-zionistisch regime met deze moorddadige inzet, waarbij zelfs het internationaal gerechtshof een trage factor in al dit soort dingen. Ja, in één direct heeft vastgesteld, dit is genocide, waar die fantastische vrouw Albanese, de officiële rapporteur van de Verenigde Naties, een verklaring heeft afgegeven, heel, heel sterk, waarin ze ook wijst op het feit dat dit geen verdenking van genocide is. Dit is genocide op een manier zoals het niet erger kan. Ja, dat mag je niet meer zeggen, want dat is jodenhaat en antisemitisme. Ja, precies. Nou, en dat is dus een hele gore streek van onze regering en weer van diezelfde parlementaire meerderheid, om te proberen, net zoals je dus kritiek op het NAVO-beleid ten aanzien van Rusland. Dat wordt nu verdacht gemaakt met je wordt betaald door Rusland. Ja. En kritiek op de vele malen bloediger uithongerings- en bombardeerpolitiek van Netanyahu en zijn bende. Om dat te neutraliseren wordt dan gesproken over jodenhaat. Er is helemaal geen jodenhaat. Ja, natuurlijk als ze hele uitgesproken pro-Israël stemmen, dan heb je kans dat je... Maar dit is eigenlijk sinds de oorlog in onze jeugd, was dat heel erg... Iedereen die opkwam voor de Palestijnse rechten, en zei, ja, maar er is ook nog zoiets als een Palestijnse volk en Palestina. Die werd eigenlijk half verdacht tot antisemiet. En die werd weggezet. En je zou denken dat we daar voorbij waren, 75 jaar na de oorlog. En dat komt weer helemaal terug. Ja. Dat lijkt ook weer helemaal terug te komen. Een van de aspecten is dan natuurlijk, er zijn twee elementen. Leni Koer, dat is die Joodse zangeres. Ja, het is wel zo, dat vergeten mensen, dat zij zich voortdurend pro-Israël heeft uitgesproken. Ja. Er zijn zelfs 327 vermeldingen in de Nederlandse media die van haar zijn, die pro-Israël en ook voor de legitimatie van de Israëlische operatie in Gaza zijn. Ja. Het andere aspect is de onverkwikkelijke aanwezigheid van de Israëlische president Herzog bij de opening van het Holocaust Museum. Ja. Waarbij wordt gezegd dat degenen die daartegen protesteerden eigenlijk een vorm is van jodenhaat. Of ja, zo. Hoewel het overwegend Nederlandse mensen van Joodse afkomst waren. Ja, voor een deel zaten die er ook over. Zoals een ander Joods geluid en dat soort organisaties. Ja. Nou, misschien moeten we dit onderwerp afsluiten. Gaan nog even naar het volgende onderwerp. Extra parlementair. Ja, je weet, jij was in jouw afwezigheid. Heeft meneer Putters is met een advies gekomen en die heeft gezegd, dames en heren, het enige wat haalbaar is een extra parlementair kabinet, dus een kabinet met grotere afstand tot de Kamer, waarbij alle politieke leiders, inclusief meneer Wilders, in de Kamer blijven. Ja. Dat betekent dat hij ook geen premier wordt. Wat is jouw reactie erop? Nou, ik heb gisteren toevallig een interview gehad met RT Deutsch, dus de Duitse tak van Russia Today, waarvan alle medewerkers een schuilnaam hebben om buiten bereik van de Duitse justitie te blijven. En daar heb ik jou eigenlijk het verhaal wat jij mij verteld had over deze ontwikkeling. En ik heb gezegd dat daarmee eigenlijk een soort schaduw van onregeerbaarheid over het land valt. Want als wij in de omstandigheden waarin we nu zitten
het gewicht van het politieke proces verschuiven richting parlement. Maar je weet dat er eigenlijk geen nieuwe verkiezingen kunnen komen. Want als die er komen, dan gaat Wilders nog een end vooruit. Dan raakt de zaak verlamd en verward. Bovendien, al die nieuwe partijen, die hangen als losstand aan elkaar. Vooral Omtzigt, zijn partij, is zo gespleten. En BBB idem nito. Nee, dat is waar. Wat ik wel als een positief ding, ik ben altijd al een voorstander geweest van een extra parlementair kabinet, los even van de invulling. En dat heeft ook te maken met het feit dat het dualisme tussen de uitvoerende macht en de wetgevende macht beter tot stand komt. Dat er betekent ook dat er meer mogelijkheid tot controle is. En dat betekent ook dat er debat is. En dat is overigens ook goed voor critici, ook van Forum. Waarbij je kan zeggen, in het parlement hebben wij een debat over een aantal onderwerpen. Dat betekent ook dat, waar je het net over had, de corona-enquête, die toch ook steun heeft bij mensen als Omtzigt en ook overigens bij BBB en bij PVV zelfs, dat die ook tot stand kan komen. Ja, maar tegelijk, kijk, je hebt dus het parlement als orgaan wat tegenover de staatsmacht staat. Dus tegenover de regering in instantie, maar ook tegenover de staatsmacht. En tegelijkertijd zie je dat totalitaire project zeer vaste vorm aannemen. Ja, ja, ja. Als ik hoor van Willem Engel dat de mensen van de toezichthoudende instantie op de geheime diensten ontslag hebben genomen. Omdat, ik weet niet of het daar om één of meer gaat. Ja. Ontslag, omdat die diensten zich steeds meer buiten hun boekje gaan en in feite niet teruggefloten worden, ja. Dan rijst de vraag, is het kaliber van ons huidige parlement zodanig dat we heel veel moeten verwachten van een vrij debat? Is wat gisteren of wanneer was het gebeurde met Baudet, is dat een teken van een parlement wat in staat is tot een interessant inhoudelijk debat wat ons in de goede richting kan leiden? Vergeet niet dat de demissionaire regering Rutte in zijn niet aflatende oorlogszucht, die heeft dus een defensieakkoord met Oekraïne gesloten voor 10 jaar. Dat was echt 2,5 regeringsperiode ligt dat al vast. Tenzij een nieuwe regering het lef zou hebben om te zeggen, ja, maar dat gaat toch te ver. Ja. In een blad, Amerikaans webmagazine, Defense Plus of zoiets voor de militaire zaken, lees ik tot mijn verbijstering dat Nederland dus alweer $381 miljoen heeft toegezegd aan Oekraïne voor de bewapening van de F-16's. Ja. Allemaal door een demissionair kabinet. Een kabinet wat in normaal gesproken geacht wordt zich te beperken tot lopende zaken. Ja, maar ja, het grote probleem ligt natuurlijk wat mij betreft... Het parlement zegt niks. Nee, dat klopt. Maar de basis van het probleem ligt natuurlijk gewoon in die media. En je zit gewoon te kijken naar Op1. En ze hebben daar gewoon uitsluitend oorlogspropagandisten aangevoerd. Ja. Mensen, gewoon vredesactivisten of mensen die kritische vragen stellen, die zijn er gewoon niet. Nee. Wat gisteravond nog opviel, dat toen het ging over die Tsjechische zaak van iedereen wordt betaald door de Russische dingen, dat er wel mensen waren, journalisten, die zeiden, ja, maar waar is nu het bewijs? Ja. Nou, zeiden ze gewoon, er is geen bewijs, maar meneer Baudet, die zegt hetzelfde als meneer Poetin. Nu is dat echt klets. Gewoon klets. Is het gewoon onzin om dat te zeggen. Ja. Maar er zijn dus allerlei zogenaamde Rusland-deskundigen die gewoon kletskoek mogen vertellen. En die worden ook niet teruggefloten. Nou, daar worden niet eens kanttekeningen bij gemaakt. En ja, dat is heel beangstigend. Omdat op een gegeven moment kan er een hysterie ontstaan waarin men ook zich fysiek gaat keren tegen de laatste overgebleven stemmen tot bezinning. Ja. Nee, het is een hele angstige. Daar gaan we zo nog even. We gaan naar ons tweede blok. Dat blok heet Rusland-Oekraïne. We hebben al een aantal dingen gezegd. Er is een terreuraanslag geweest in Moskou op 22 maart met alle gevolgen van dien. Wat is jouw reflectie daarover? Daar gaan we nog even naar terugkijken. Nou, ik heb toevallig nog een boek door mij uitgegeven en ik heb er ook wel 3 hoofdstukken in geschreven. Maar het laatste hoofdstuk, want ik wilde per se iemand daarin hebben die, dat heet dus de militarization of the European Union. Ik wilde iemand in hebben die
het Russische perspectief vertegenwoordigt. Mm-hmm. En dat is Yuri Gromyko, niet te verwarren met de vroegere minister van Buitenlandse Zaken. In the shadow of the new arms race, a Russian perspective, Yuri Gromyko. Ja. En dit is eigenlijk een boek wat jij 2 jaar geleden, The Militarization of the European Union, hebt samengesteld. Ja. Althans, jij bent de editor. Ja. Heeft niet zoveel aandacht gehad, maar is het ook internationaal uitgegeven? Ja, ja, in Engeland. In Cambridge. Ja, het is niet mis. Ja, want dat is niet de Cambridge. Hmm. Het is ook in paperback inmiddels. En je zou verwachten dat dit echt gelezen wordt. Want hier staat bijvoorbeeld in: waarom dringt Frankrijk zich naar voren in zaken zoals de Europese defensie? Om de simpele reden dat is er nog maar één terrein waar de Franse industrie de Duitse het hoofd kan bieden. En dat is de militaire industrie. De rest is verkocht. Ja, dat is een van de dingen die ik eigenlijk ook als verbijsterend heb ervaren. De Franse president Macron heeft zich aan het begin van de oorlog, hè, die had een vrij goede dialoog met Poetin, is daar ook een paar keer geweest, wilde zich ook opwerpen als de brug tussen het Westen en de Russische Federatie. En op een of andere manier is de man de laatste maand volledig omgeslagen, hoort nu tot de hardliners, die zo ver willen gaan dat ze gewoon in dit geval zelfs tegen de Amerikanen en de Duitsers in Franse troepen aan de grond willen zetten in Oekraïne. Ja, ja. Wat is volgens jou de reden van die omslag? Nou kijk, je moet heel goed zien dat politici in onze tijd zijn altijd spreekbuis voor de belangen die achter hun schuil gaan. Macron is na een tweede regeringsperiode zal hij verdwenen zijn. Die belangen die daarachter staan, die blijven. In Frankrijk heb je die gaullistische traditie die nog altijd sterk is in het ambtelijk apparaat, vooral in de buitenlandse dienst. En ik denk dat zolang Macron sprak over de noodzaak om de veiligheidsbelangen van Rusland te erkennen, dat hij zich tot woordvoerder wilde maken van die diplomatieke traditie in Frankrijk. Vergeet niet dat ik begin mijn inleiding van dit boek ook met een paar citaten uit toespraken van Macron, waarvan je zou denken, nou, die heeft wel eens wat gelezen. Maar dat is omdat hij sprak toen voor een jaarlijkse bijeenkomst van de Franse ambassadeurs, die dan teruggeroepen worden naar Parijs. En dan geeft hij een lezing hoe hij de wereld ziet en ja, een boodschap waarmee ze dan weer terug kunnen naar hun plaats van waar ze de Frankrijk vertegenwoordigen. Maar op dit moment denk ik dat Macron de woordvoerder is. Vergeet niet dat hij in het binnenland dus ongekend zwak staat. Hè. De boeren zijn daar in opstand met een hevigheid. Half Frankrijk ligt onder de stront, omdat overal hoeft maar een raam van een overheidsgebouw open te gaan. En er komt zo'n spuit met drek. Volgens peilingen heeft hij 28% van de bevolking nog. Dat betekent 72% van de bevolking niet. Nee. Die zitten zowel op links als op rechts. Zoals altijd. Ja. Maar goed, nu valt hij dus terug, in mijn ogen, maar dat is natuurlijk een beetje speculatief, valt hij terug op de mensen die hem echt daar neergezet hebben, die zijn carrière mogelijk hebben gemaakt. Dat zijn mensen als Jacques Attali in Frankrijk, de vroegere voorzitter van de Europese Bank voor Wederopbouw, hè, voor de privatisering van Oost-Europa. Maar vooral Henry Kravis. Henry Kravis is een van de drie firmanten van het KKR. Kravis, Colbert, Roberts, de pionier hedge fund. Getrouwd met een Franse vrouw. En die Franse vrouw zit in het bestuur van de Bilderberg-conferenties. Dus we praten over mensen die zeer goed gepositioneerd zijn. En als student ging Macron al naar New York en logeerde hij bij Kravis vanwege het feit dat hij die vrouw kende, of in ieder geval dat er een connectie was. Mm. En zo is Kravis, dat staat gedocumenteerd in het Thierry Meyssan, het Voltaire-net. Een artikel wat heet zoiets van... Het Voltaire-net, sorry, wat is het? Ja, Voltaire.
Ja, Voltaire, ik ken Voltaire, maar... Ja, maar Voltaire net is de website van Thierry Masson, de Franse journalist. Verschijnt in 10 talen. Ja. En is vaak zeer onthullend. En zeker als zaken van, betreft die Frankrijk aangaan, dan is bijvoorbeeld zijn conclusie aan wie is Macron nou eigenlijk... er wordt altijd gezegd, ja, de Rothschild Bank, maar daar heeft hij gewoon even gewerkt. En de Rothschild familie staat heel ver van Macron af en heeft bovendien een meer gaullistische... en Zionistische traditie. Dat zijn weer twee takken. Ja. Maar goed, Macron is nu vertegenwoordiger van de meest rabiate, oorlogzuchtige positie. Dat heeft te maken met wat in dit boek uitgelegd wordt in de hoofdstukken over Frankrijk onder andere. Met Franse defensiebelangen. Namelijk een oorlog op bescheiden schaal zou enorme prestige geven, niet alleen als Macron als vertegenwoordiger van dat militair-industrieel complex op zijn Frans, maar ook om zijn eigen benepen positie de prestige te winnen tegenover. Kijk, de Duitse politiek, je noemde 28%, maar daar kan Scholz al heel jaloers op zijn, want die heeft, als ik me niet vergis, 12%. Ja. Maar daar kan ik me niet vergissen, maar in ieder geval die... De enige Europese leider die door zijn volk wordt gedragen is eigenlijk meneer Poetin. Massaal. Oh, ja. En natuurlijk ook een beetje die meneer Orbán. En Fico van Slowakije, hè? Die vind ik wordt ondergewaardeerd. En voor ons is dat zo interessant, omdat Fico met zijn vertegenwoordigt een progressief deel. Ja, die is eigenlijk een links of links van midden zit hij. En die kiest toch voor een vredeskoers en een overleg met Rusland. En zet zich af tegen de hardliners van de NAVO. Ja. Waaronder niet alleen Amerika, Groot-Brittannië, maar ook Nederland. Nou. En eigenlijk nu dus ook Frankrijk, begrijp ik. Ja, maar allemaal vanuit verschillende belangen. Kijk, wij zijn gewoon nu bijwagen in de sollicitatieprocedure van Rutte voor secretaris-generaal van de NAVO. Ja, ja, ja. En dat geldt natuurlijk niet voor een aantal andere landen. Wat dat betreft heeft Orbán natuurlijk wel een belangrijke stap gezet door te zeggen, wij kunnen Rutte niet accepteren. Alleen, ik heb niet zo'n hoge pet op van Orbán. Ik denk dat hij daarmee een hele hoge prijs heeft bedongen. Maar als je mij nog om wil krijgen, dan moet er wel het een en ander op tafel komen. Maar een aantal mensen doet of het alleen Orbán is, maar we hebben net al genoemd Fico van Slowakije. Ik kan melden dat de Oekraïnse president, Kroatische president, natuurlijk de Servische premier, eigenlijk dat hele Zuidoosten van Europa ziet het helemaal niet zitten. Nee. En dat betekent, en natuurlijk het centrum, dat betekent Oostenrijk is natuurlijk, zit sowieso niet in de NAVO, Zwitserland zit niet in de NAVO, dus het is wel heel erg vanuit West-Europa. Wordt dit narratief gepusht waar Nederland inderdaad als kleine mogendheid toch een soort voortrekkersrol probeert te spelen. Ja, en daarbij speelt ook nog dat de Amerikanen nu beginnen te aarzelen. Hè? Dus er is een soort padstelling ontstaan in het Amerikaanse congres over een nieuw mega steunproject voor Oekraïne. En eigenlijk heeft men daar Zelensky al voor de bus gegooid. En dat wil zeggen dat de Europeanen, die eerst aangemoedigd werden om echt alles, om het bombarderen van onze eigen gastoevoer bezwaren daartegen in te slikken. Mm-hmm. En nu staat Europa opeens met zijn toezegging aan Oekraïne tamelijk alleen. Daar komt weer een bepaalde frustratie uit voort. En alleen, ik zou bijna willen zeggen van, het mag toch geen reden zijn om ons in een nucleaire holocaust ten onder te laten gaan. Nee, daarbij is al die miljarden, we geven sowieso 1,5 miljard per maand aan het ambtenarenapparaat. Want op het moment dat we dat niet doen, stort Oekraïne in en is de oorlog sowieso voorbij. Ik geloof in Nederland alleen nu 2 miljard is er ter beschikking gesteld voor wapens. Waarbij zelfs tot mijn verbijstering GroenLinks-leider Jesse Klaver niet meer pleit voor vrede, maar voor munitie. Ja. Dat zegt hij openlijk. Ja. Ja, ja. En GroenLinks, Partij van de Arbeid, is van in onze jeugd was dat toch een beetje het idee van de vredespartij geworden tot de oorlogspartij, bij uitstek.
Ik weet niet hoe lang het geleden is dat jij jong was, maar ik heb nog meegemaakt dat ook de PvdA... Ik ben een stuk jonger dan jij, Kees. Dat nee, maar ook onder Den Uyl was de PvdA een actieve ondersteuner van de Vietnamoorlog. Hè? Laten we niet vergeten dat protest daartegen, daarin kwamen mensen als Marga Klompé, de CDA, toen nog KVP-minister van... Maatschappelijk werk. Ja, maar ik was, geen PvdA'er. Ik was toevallig bij de oprichtingsvergadering van GroenLinks in 1990. En daar werd toch wel het beleid gekozen dat GroenLinks, en dat heeft ze de eerste jaren ook volgehouden, zich tegen alle westerse militaire interventies verzetten. Onder andere in de Kuwait-oorlog Irak en ook later. En dat is langzamerhand, met name in de Afghaanse crisis, is dat gaan zwabberen. En nu zijn we eigenlijk zover dat wat zichzelf dan links noemt, eigenlijk gewoon oorlogzuchtig is en oorlogspropagandistisch is. Nou ja, wat denk je van die kwestie die jij mijzelf hebt verteld? Timmermans, hè, die natuurlijk ook een beetje verbitterd is dat hij niet zijn triomftocht vanuit Brussel hier kon bekronen met het premierschap. Ja. Maar dat Timmermans, degene die zich inlaten met het programmakabinet wat dan is voorgesteld door de vierrechtse partijen in een regering te krijgen, via deskundige ministers, neem ik aan. Dat Timmermans heeft gedreigd dat iedereen die daarin meegaat, dat hij als hij banden heeft met PvdA, neem aan ook GroenLinks, dat hij dan gerouilleerd zal worden. Ja. Met andere woorden, je moet voor de oorlog zijn, zo niet, dan lig je eruit. Zo heeft Rutte Wilders ook gewaarschuwd van denk erom. De heer Wilders moet wel begrijpen dat we dat akkoord hebben gesloten. En dat steun aan Oekraïne, dat ligt vast. Nee, hij heeft echt in de Kamer zichtbaar Timmermans zowel Omtzigt als Jessicus zeer scherp aangehoord dat het hun taak is om Wilders, het PVV, op de juiste koers te houden. En de juiste koers is oorlogskoers. Ja. Wij praten niet over vrede, wij praten over oorlog. En dat betekent munitie voor oorlogsmateriaal voor Oekraïne. Dat is een koers die ik in mijn leven eigenlijk nog nooit heb. Dat zo expliciet pro-oorlog is, heb ik in mijn leven eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nee, ik ook niet. En het is ook schokkend dat de NAVO ons natuurlijk eigenlijk, die zou dan voor onze collectieve defensie zijn, maar die is offensief, die is agressief en heeft ons praktisch gebracht in de meest onveilige situatie sinds 1945. Ja, en als er dus inderdaad, zoals het plan nu is, grondtroepen, te beginnen met Frankrijk, die zijn al in Roemenië, een brigade, dus 2000 man. Ja. En vanaf die locatie wil men dus proberen anderen voor een coalition of the willing mee te krijgen. Ja. Als die Oekraïne binnengaan, dan hebben we helaas te maken met een situatie waar de onderhandelingen verder vergeten kunnen worden. Dan zal het erom gaan wie militair de overhand krijgt. Met alle mogelijke mogelijkheden tot nucleaire escalatie. Ja. Nou, op dit moment, dan komen we ook op het volgende onderwerp, het front. Je moet zeggen, het laatste jaar, vorig jaar is er natuurlijk 2023 het offensief geweest, het contra-offensief moeten we zeggen, van de Oekraïners, dat is mislukt. En de laatste maanden kun je gewoon zien, iedere dag, dat de Russen langzaam, maar gestaag oprukken. Er zijn een aantal steden gevallen. Avdiivka is dan de bekendste. Maar je merkt dat ze eigenlijk iedere dag weilanden nemen, maar ook halve dorpen. En dat ze langzaam oprukken. En ja, er wordt ook door deskundigen gezegd, ze hebben een enorme overschot aan artilleriekracht. En dat is de reden waarom het Oekraïnse leger moet terugtrekken. Jouw reflectie. Ja, nou ja, weer Scott Ritter citerend. Ja. Die zegt, er wordt op dit moment een flotilla gevormd door de Russen. Hm? Dat de rivier de Dnieper kan bevaren en daar kan patrouilleren. En het doel daarvan is om, dat veronderstelt dat flotilla pas actief kan worden op het moment dat natuurlijk de nog resterende Oekraïnse posities ten oosten van de Dnieper, dus in Dnipropetrovsk enzovoort, dat die gevallen zijn.
En ja, de meeste militaire commentatoren die ik heb gehoord, die zeggen ook dat vooral na de val van Avdiivka de feitelijke frontlinie heel poreus is geworden aan de Oekraïnse kant. En dat het nu maar een kwestie is, heeft ook te maken met het terrein. Hè? Het is nu nog enorme modder. En dat wil zeggen, zelfs de Russische tanks die 10 tot 15 ton lichter zijn dan al die supertanks die uit het westen zijn aangebracht, die eindigen ook allemaal bijna in de modder. Daar zakken ze gewoon in weg. Mm-hmm. Want die wegen 45 tot 60 ton. Mm-hmm. En een Russische tank weegt 30 ton. Ik kreeg rond even af. Mm-hmm. Maar zelfs de Russische tanks zijn te zwaar om in dat soort terrein, je moet snel natuurlijk kunnen manoeuvreren. Bovendien is een tank wordt een steeds meer problematisch onderdeel van de gemechaniseerde strijdkrachten. Ja. Maar als de grond harder wordt, en we praten dan over mei, juni, dan verwacht men een doorstoot van de Russische troepen. En de vraag is ook hoe ver dat zou gaan, want in principe is natuurlijk het beleid om wat heet Donetsk te bevrijden. De vraag is natuurlijk of ze onder andere de steden Kharkov en Odessa. Er wordt ook over Odessa gesproken. Ja, ja, ja. Ik ken nogal veel mensen die uit Odessa komen en die hopen, zoals zij zeggen, dat hun stad, Odessa, wordt bevrijd door de Russen. Ja, dat kunnen we ons allemaal helemaal niet voorstellen. Als je naar de mainstream media kijkt, dan hebben ze voortdurend het tegenovergestelde narratief. Daarom is het volgens mij ook voor ons niet van belang om termen als bevrijding te gebruiken. Het is zo dat volgens de laatste gegevens dat een stad als Odessa heeft 30% mensen die onmiddellijk bij Rusland willen. Ja. En dan 30% die dat niet willen en 30% zo'n beetje twijfel. En dat heeft heel erg te maken ook met economische alternatieven, namelijk een failliet Oekraïne versus. Ja, een van de dingen die wellicht ook wel goed is om eens even te noemen, dat Mariupol is dat. Namelijk, wat doen de Russen eigenlijk in de gebieden die zij bevrijd hebben of in ieder geval bezet hebben? Het is hoe je dat dan. Oh ja, waar ze de macht van de Oekraïnse junta, want het is nog altijd een regering die volledig in de greep is van ultranationalisten, annex-fascisten die in 2014 aan de macht zijn geholpen. Wat doen ze om de macht van die groep in die gebieden te breken? Ja, en wat doen ze ook? En dat is wel interessant met die filmpjes uit Mariupol, dat ze bezig zijn met de heropbouw. Oh ja, ja, ja. En de Russen hebben dus besteden hun miljarden voor een groot deel in de heropbouw van steden als Mariupol, Donetsk, et cetera. Ja. En het wonderlijke is dat ik dat van ons helemaal niet hoor. Nee, wij hebben het over als wij geld geven, want Oekraïne heeft zelf natuurlijk helemaal niks. Dan is dat voor munitie en wapens en niet voor de heropbouw van zeker niet Russisch-Oekraïnse gebieden, maar zelfs niet voor de heropbouw van steden meer westelijk. Ja, en dan moet je dus. Dat is geen niet zozeer specifiek gulheid van de Russen. Hè, dat ze zeggen, nou, we besteden. Dat is ook wat genoemd is militair Keynesianisme. Ja. Namelijk dat je overheidsschuld maakt om in dit geval die steden op te bouwen in de wetenschap dat als die stad eenmaal weer tot een functionerend organisme is geworden, dat daar ook weer belasting kan worden gegeven. Ja. En dan komt het wel weer terug. Dat is de redenering die ik ook heb aangehaald, uitgebreid. Maar er speelt natuurlijk ook iets in dat als jij denkt van ik heb nog niet een mening als burger in Mariupol, zelfs als je Oekraïnstalig bent, maar je ziet dat jouw stad goed wordt opgebouwd en jij een leuk appartement terugbrengt, maar dat aan de andere kant niet gebeurt. Ja, dan is natuurlijk ook heel duidelijk waarom mensen kiezen voor de ene partij en niet voor de andere partij. Nee, dat heeft een hele duidelijke mobiliserende werking die ik ook heb uitgelegd in mijn prachtige boek De Tragedie van Oekraïne. Maar ik wilde nog even aanhalen die Gromyko, die schrijft dus in dit hoofdstuk, het Russische perspectief,
In The Shadow of a New Arms Race schrijft hij over de ISIS-achtige organismes. Hij zegt dus de Amerikanen, en dat hoeven we niet van hem te horen, dat heeft Seymour Hersh gedocumenteerd. Amerikanen werken met een lijst van ongeveer 2000 terroristische groepen die zij, waar ze toegang hebben, waar ze contactpersonen hebben die ze kunnen manipuleren, ofwel om een terreuraanslag te plegen, ofwel om hen te hulp te komen als hulptroepen. Ja. En de Gromyko zegt in dit hoofdstuk iets wat ik ook meerdere malen in mijn tragedie van de Oekraïne heb aangehaald. Groepen zoals ISIS, groepen zoals de fascisten die aan de macht zijn, het Azov-bataljon en dat soort groepen, die gaan op een gegeven moment, worden dat reizende quasi-staten, die dus in een situatie waarin de formele staat niet meer echt tot ordehandhaving in staat is, ingezet kunnen worden door de opdrachtgevers verder naar het westen, zal ik maar zeggen. In eerste instantie dus door de Oekraïense geheime dienst, in tweede instantie door de CIA en MI6. Jij gaat ervan uit, en dan gaan we even terug naar het onderwerp waarmee we begonnen in dit blok, namelijk de terreuraanslag in Moskou in het Krokustheater. Waarbij 11 mensen zijn opgepakt met islamitische herkomst, 4 Tajiken die het ook daadwerkelijk gedaan hebben, en waarin overigens van beide kanten wel erkend is, ja, het zijn mensen die islamitisch gelieerd zijn die het hebben uitgevoerd, maar de vraag is wie is de opdrachtgever? Ja. Nou, ja? Ze zijn ook dat ook weer Scott Ritter aanhalend. Als je een soort eed op de Koran aflegt, dan hef je rechterhand op. En deze 4 Tajiken, die gewoon huurlingen waren, die hebben helemaal niks gedaan of gezegd dat hen als islamist of jihadist zou kwalificeren. Maar die hieven hun linkerhand op, omdat ze het verkeerd onthouden hadden. En dat is maar één ding. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen op dat, als ik het goed begrepen heb, die op dat festival was, die moest een telefoon afgeven. En de Russen hebben dus... Ja, het festival, het concert in het Krokustheater. Ja. En alle mensen, al die telefoons zijn dus nagekeken. Met wie is er gebeld in de laatste 24 uur enzovoort. Ja. De Russische geheime dienst heeft dus alleen maar die auto kunnen oppakken die richting Briansk en richting Oekraïnse grens reed. Ja. Doordat men hen kon lokaliseren dankzij die telefoonconnecties. Want Rusland is echt iets te groot om alle wegen uitgaan van Moskou, om die af te zetten en auto's. Dus dat is één ding. Een ander ding wat ik wel interessant vond, was dat Nuland is ontslagen korte tijd nadat ze had gezegd Victoria Nuland, onder minister Buitenlandse Zaken, ja. Victoria Nuland, bekend ook omdat zij de hand heeft gehad in de organisatie van de coup d'état in 2014 op het Maidanplein in Oekraïne. Ja, niet alleen de hand gehad, maar ze was echt de regisseuse samen met ambassadeur Payet. Ja. En zij is dus ontslagen omdat zij had gezegd dat Poetin een aantal verrassingen te wachten stond. En er is dus een directief van Biden, in ieder geval ondertekend door Biden, of uit naam van Biden, zelf weet hij misschien nauwelijks waar het over gaat, waarin staat dat door een aanslag de presidentverkiezingen in Rusland ontregeld kunnen worden. En op 7 maart heeft Amerikaanse State Department een waarschuwing uitgegeven. Ga niet naar grote bijeenkomsten. Een waarschuwing aan Amerikaanse bevriende burgers. Ga niet naar grote bijeenkomsten, in het bijzonder niet naar concerten. Ja, ja. Nou, maar hoor ik nu van Scott Ritter, die je hier zelf maar een keer moet hebben, dan hoef je het niet allemaal via mij te horen. Zou mooi zijn. Hij zegt, de bedoeling was om een aanslag te laten plaatsvinden voor de verkiezingen. Zodat die hele verkiezingen in het teken van een verschrikkelijk bloedbad zouden staan. Maar die Tajiken en de anderen die daarbij betrokken waren, die hadden een bepaald festival op het oog, waarbij ook weer zo'n oud Sovjet-band, als ik me niet vergis, zou optreden.
En waarbij ook heel veel hoge functionarissen van het zittende blok van Poetin aanwezig zouden zijn. Maar daar bleek de beveiliging zo degelijk te zijn. Dat heb ik ook gehoord. Ja. De daders ervoor terugschrokken om daar naar binnen te lopen met hun Kalashnikov en andere attributen. Ja. En toen hebben ze dus later, maar inmiddels waren de verkiezingen al geweest. Hebben ze dus later deze krokushal opgezocht. En daar was de beveiliging heel slecht. Bovendien was die krokushal versierd met allerlei elektronische gadgets en lampjes die aan en uit gingen van Chinese makelaars die niet voldeden aan de in Rusland bestaande veiligheidsvoorschriften. En dat had weer mee te maken dat, en we moeten niet vergeten dat in Rusland nog altijd een enorme nasleep is van de corruptie die onder Jeltsin natuurlijk tot een volledig kankergezwel was uitgegroeid en het hele land in de greep had. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, Poetin heeft dat recht getrokken, maar ja, natuurlijk niet alle, in alle opzichten. Dus ja, heel veel, ja, dit was ook een voorstad van Moskou. Ja. En ja, Moskou ziet er allemaal prachtig uit. Ik ben er zelf ook niet zo lang geleden voor de Russische vertaling van mijn MH17 boek geweest. Ik ga er overigens begin mei nog heen. Okay. Daar zijn de plannen voor. Oh. Maar goed, dus dan zal ik verslag uitbrengen. Oh. Maar ga door. Ja. Nou ja, en in zo'n buitenwijk of voorstad, daar kunnen dus die voorzieningen heel slecht zijn. En daarom heeft deze, ook de bouw van de hele hal was helemaal knudden. En daarom zijn de meeste mensen omgekomen door het instorten van het dak. Ja. En niet door het schieten, want ze hebben niet eens zoveel kunnen schieten. Maar ja, ze hebben wel enorme ontploffingen in het dak gedaan. Ja, brandbommen. Ja, goed. We gaan dit onderdeel voorlopig even afsluiten, want ik wil nog tot slot een laatste blok behandelen, Israël-Gaza. Maar mag ik nog even zeggen, ja? dat wat ik het meest overtuigend vond van het motief, wat is het motief geweest van Amerika, Engeland, eventueel, ja. Zeker natuurlijk Oekraïne, om een pure terreuraanslag. Dus gewoon paniek zaaien, doden maken enzovoort. Zonder enige strategische betekenis. Ja. Het doel daarvan is volgens bijna alle commentatoren die ik gezien heb. Proberen Rusland te provoceren tot een onverantwoorde escalatie. Die ons weer dan, ja, nou, kijk die Poetin. Je bedoelt escalatie in de zin van een militaire operatie tegen Afghanistan of andere Israëlische landen. Zo waardoor de op dit moment eigenlijk zeer goede relatie tussen Rusland en de islamitische wereld. Hè, Rusland heeft op dit moment een veel betere relatie met de islamitische wereld dan de westerse landen. Ja. In één keer verbroken zou zijn. Ja, precies. En dat vind ik toch wel heel overtuigend. Dan kan je zeggen, kijk, al die details over waar die groepen vandaan komen, hoe ze erachter zijn gekomen, dat die Tajiken in die auto zaten, noem alles maar op. Dat wordt gauw anekdote. Dit is het strategische inzet van de hele gebeurtenis. Nee, maar het grote punt is, wat ik ook wel vertoogd heb in een column, is dat alle grote aanslagen, ook van islamitische groeperingen, zijn allemaal gekoppeld aan oorlogen en militaire operaties. Zowel in de jaren 90 in Rusland zelf, als westerse militaire operaties in islamitische landen. Dus het hele idee, je gaat zomaar een grote terreuraanslag organiseren. Als men een terreuraanslag gaat willen organiseren vanuit islamitische hoek, dan is het logischer om dat te doen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië. Denk aan de bombardementen op Jemen. Of in Israël-Gaza, dan in Rusland. Ja. Wat op dit moment eigenlijk heel dicht bij de islamitische wereld staat. En eigenlijk de bemiddelende factor is tussen het Westen en de islamitische wereld. Ja, maar ook een deel van de islamitische, hè, de Bashkiren, de Tsjetsjenen, dat zijn allemaal islamieten. Vergeet niet dat Poetin heeft Erdogan van Turkije rondgeleid in de grote moskee die in Moskou is gebouwd om de Russische moslims een gebedsplaats te geven. Dus, nee, maar dit is natuurlijk wel, het is heel erg duidelijk dat dit het belang is van het Westen. En het is ook heel erg duidelijk dat dit met name het belang is van de Oekraïners.
die ook natuurlijk al een aantal kleinere terreuraanslagen hadden gepleegd. Niet alleen de aanslag op de Krimbrug, de aanslag op de olieraffinaderijen, de aanslag op de dochter van Dugin, de aanslag overigens op het vliegtuig van Prigozhin in Moskou. En een aantal kleinere aanslagen met drones op gebouwen, zelfs op het Kremlin in Moskou. Ja. Nee, en vergeet niet dat zowel Zelensky als Budanov, chef van de SBU, de Oekraïnse geheime dienst, hebben gezegd, het Westen moet goed begrijpen dat als zij ons niet voldoende steunen, dat wij dan nog altijd de terreurkaart kunnen uitspelen. Ja, daarmee, dat openlijk gezegd. Ja, en die hebben daarmee zichzelf dus in die rol geplaatst, die Gromyko in zijn stuk hier uitlegt van kijk, dat krijg je als je staten hebt die helemaal niet meer levensvatbaar zijn, die gewoon instorten. En dan krijg je rondreizende, als een soort circus zal ik maar zeggen, rondreizende terreurgroepen die opgepikt kunnen worden door iedereen die bereid is te betalen. Ja, jij had, en dan we gaan langzaam naar het Israël-Kaza-blok, maar jij wilde nog iets zeggen over de oliepijplijn die in Italië, in Zuid-Italië aankwam. Ja. Waar je ook geweest bent. Ja, en ook gisteren had ik toevallig ook nog een interview met Tony Gosling. Dat is een Engelse radicale journalist. Mm-hmm. En die vroeg op een gegeven moment aan mij, zie je nou een, wat is nou de samenhang tussen het Israël-Gaza geschiedenis en de Oekraïne-oorlog? En toen zei ik, nou, een directe samenhang zie ik niet direct. Hè, hoewel, daar kom je zo nog wel over te spreken. Mm. Maar er is één verbinding die wel degelijk samenhangt. En dat is de olievoorziening van met name Zuid-Europa. Aanvankelijk hadden we dus South Stream. Dat is in 2014 te graven gedragen. Toen is er een vervangende tweede Turkse pijplijn door de Zwarte Zee gekomen. Turkstream. Ja. Maar over dat hele project valt weer de schaduw van de East Med pijplijn. Dat is een pijplijn die olie en gas, ik neem aan hoofdzakelijk gas, die gas uit een aantal velden voor de Israëlische, Libanese en met name de Gaza-kust naar Europa zou vervoeren. En toen ik dus in Italië was, toen hoorde ik daar iets wat ik absoluut niet wist. En dat was dat de lokale mensen, en ja, de mensen die ik daar spreek zijn natuurlijk allemaal toch wel mensen die redelijk ingeschoten zijn. Wij hadden in de trein gezeten, of trein en bus gezeten, om daar, want het is enorm ver om daar te komen. Ja. Salento en de stad Lecce, die dus de hoofdstad ervan is, waarvan ik nog nooit had gehoord. Mm. Maar die ook een universiteit heeft, waar ik de docent daarvan is de vertaalster van dit boek. Mm. En wij zagen dat enorme olijvenplantages zijn. Ja, de Salento is een olijvengebied. Mm-hmm. Als een van de weinigen rond de Middellandse Zee, helemaal exclusief op olijven. Maar de meeste bomen waren dood. Nou, niet de meeste, maar echt een, laten we zeggen, een derde van de bomen was dood. Dus er hadden helemaal geen blaadjes aan. Dus ik vroeg aan iemand, wat is dat? Toen zei hij, nou kijk, als die East Med pipeline, die gaat dus via Cyprus, hè, van die velden voor de kust van Israël-Palestina. Die gaat via Cyprus, Griekenland, en landt dan aan in de hiel van Italië. En dat laatste stuk heet dan Poseidon. Waarom weet ik niet. En hij Poseidon zei, is de, nee, is de god van de zee. Nee, ja. Natuurlijk, maar waarom het dan niet meer East Med heet. Dat nee, goed. Maar die man die mij dat vertelde, die zei het sterven van de olijfbomen wordt veroorzaakt door een Xylella bacterie. Mm. En die is daar losgelaten, want in miljoenen jaren geschiedenis van de olijfboom is er nog nooit een bacterie geweest die een olijfboom kon doden. Dus zij zien dat als biologische oorlogvoering. En als onderdeel is dat van het vernietigen van de economische basis van de mensen die in Salento wonen. En dat is de olijfolie-industrie. En die moet vervangen worden door industrie die te maken heeft met het soort infrastructuur waar van het aanlanden van een grote gaspijplijn. Ja, waar de schepen aankomen met vloeibaar gemaakt gas. Ja. De pijplijn zelf. En dat vereist pernisachtige outillage. Ja.
Ja, ik kan daar niks over zeggen, behalve dat ik gezien heb. En dat was de reden voor ons, want wij hadden nog nooit dode olijfbomen gezien. Want een olijfboom die kan wel 1000 jaar worden, of nog ouder. Het idee is, als ik het goed begrijp, dat er een bepaald soort virus of bacterie is vrijgelaten die olijfbomen aantast. Ja. Dat de economische basis van dat gebied eigenlijk aantast, waardoor het rijp wordt om zich meer te richten op de olie- en gasindustrie. En dat daarmee de economische basis wordt in Letje. Ja, het is in heel Salento, hè? Dus de hele hiel. Ja. Ja, ik kan er niks over. Ik kan niet zeggen het is waar of het is niet waar. Maar ik vond het wel. Het klopt natuurlijk wel met een aantal dingen die ik weet. Namelijk dat biologische oorlogvoering steeds meer gangbaar wordt. En daar komt er is altijd wel iemand die zegt, ja, dat komt door het klimaat en zo. Maar een olijfboom kan heel goed tegen de hitte. Dus dat heeft niks mee te maken. Nog even terug naar Israël, Kaza. Ja. De laatste berichten daarin zijn, er is eindelijk een resolutie van de Veiligheidsraad aangenomen over de wapenstilstand, die ook door de Amerikanen eindelijk, nou, hij is niet geblokkeerd. Amerikanen hebben hem niet gesteund. Ja. Maar het is voor het eerst dat Amerika Israël niet helemaal afdekt. En daar zit natuurlijk het probleem achter dat Israël op het punt staat om Rafah binnen te vallen, waar honderdduizenden, mag je toch wel zeggen, vluchtelingen zich verzameld hebben. Dat is aan de Egyptische grens. En ja, daar is waarschijnlijk ook de achtergrond aan. Wij willen dat die vluchtelingen de Egyptische grens overgaan en nooit meer terugkomen. Precies. En dat verklaart ook weer waarom zowel van der Leyen als Meloni, de premier van Italië, in Egypte zijn, of in ieder geval waren, dat voor enkele dagen. En die hebben natuurlijk van alles beloofd, zoals Amerika ook al beloofd heeft aan Egypte. Er is een topoverleg geweest tussen de hoofden van de geheime dienst van Amerika en dus de CIA-hoofd en het hoofd van de Egyptische geheime dienst. En ja, die praten natuurlijk niet over de verkeersregels en over het klimaat, maar die praten over dit soort hele vitale dingen. Want voor Egypte zou dat natuurlijk een geweldige gok zijn. Want de bevolking van die landen wil absoluut niet dat men de Israëlische plannen om Gaza volledig te ontvolken door ook de terugkeer bij hem. Men heeft eerst gezegd, vlucht naar het zuiden, dan ben je veilig. En vervolgens heeft men het noorden helemaal kapot gebombardeerd. Dus er staat geen steen meer op de andere. Nu beginnen ze aan het zuiden. En die mensen kunnen dus niet terug naar het noorden. Als ze daar naar terug gaan, wat een paar gevallen is gebeurd. Er is nog steeds ook een guerrilla oorlog gaande. Ja, daar worden ze doodgeschoten. Nee, ja, het groot deel van die vluchtelingen zit daar. Ja. Ja. Nou is het wel zo. Het enige lichtpuntje in dit feit is dat de wereld op dit front toch ook wel verenigd is. Ik heb zelfs begrepen dat niet alleen Biden nu zijn handen langzamerhand van het Netanyahu-beleid aan het aftrekken is, maar zelfs Trump, die nogal pro-Israëlisch is, zoals je weet, gezegd heeft dat de Israëli's tot compromis moeten komen. Dus dat is het enige wat positief is. Maar goed, waar ik wel mee zit, is dat je misschien niet direct in positieve gevallen een slagpartij in Rafah krijgt. Maar wat is het langere termijn perspectief voor de Palestijnse zaak? Ja. Je merkt gewoon dat men zo kortzichtig is. Terwijl ik altijd zeg, dames en heren, het lange termijn perspectief begint bij het erkennen van de staat Palestina voor de grenzen van 67 in de Westbank en Gaza. En dan onderhandelen dat je een overeenkomst hebt tussen Israël en Palestina als zelfstandige staten. Ja. Daar moeten we heen en dat moet ook gezegd worden. Ja, nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Omdat, kijk, de reden dat het Westen... ben je het niet mee eens? Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want? Waar ben je het niet mee eens? Omdat de reden dat Israël een genocida... Kijk, Israël heeft al duidelijk gemaakt dat die VN-resolutie gewoon, die legt men naast zich neer. Net zo goed als de uitspraak van het internationale gerechtshof terzijde is geschoven. Ze hebben heel duidelijk gezegd, wij voeren onze politiek uit, ongeacht wat de rest van de wereld... Ja, dat hebben ze gezegd.
Ze bluffen wel mee natuurlijk. Trump heeft helemaal niet gezegd dat hij voor een compromis is. Oh, ik heb een filmpje gezien waarin hij zegt, als het aan mij had gelegen, was Israël er veel harder ingegaan. En wij zullen hen daarbij steunen en ons niet verontschuldigen. No apologies. En dat herhaalt hij. No apologies. Nee. Hij deed mij toen voor het eerst toch wel heel erg denken aan Mussolini. Ik vond het echt net zo, die toon ook, het praten over het vermoorden van miljoen mensen. Kijk, het grote punt is natuurlijk op het moment dat het gaat over het Rusland-Oekraïne narratief, is Trump eigenlijk de beste kaart ook voor ons. Ja. Maar op het moment dat het gaat over Israël-Gaza, precies, is Trump wellicht nog een slechtere kaart dan meneer Biden. Maar meneer Biden slaagt er ook niet in om dit tot stand te brengen. Nee, want kijk, dat Amerika nu geen veto heeft uitgesproken tegen die staakt het vuren resolutie, dat heeft niet verhinderd dat dagelijks vluchten met zware transportvliegtuigen tot en nog volgestouwd met bommen. Wat dacht je dat Israël een voorraad bommen heeft zoals ze nu al hebben gebruikt in Gaza? Fosforbommen, fragmentatiebommen van alle aard, 500 ton, 500 is erg zwaar geloof ik, maar in ieder geval bommen van een enorm gewicht. Hmm. Nee, dit is een, en wat ik wou zeggen, het Westen durft de risico's, of neemt bewust de risico's die ze op dit moment nemen. Zowel in Israël, in de strijd die wij, het is geen strijd, in de uitroeiing van de Palestijnse bevolking, als ten aanzien van Rusland, neemt die risico's omdat men het gevoel heeft in een existentiële laatste gevecht te zijn beland. Ja. Israëls bestaan als Zionistische formatie, want door de jaren heen zijn de Zionisten steeds verder naar rechts opgeschoven en heeft daarin een meerderheid van de bevolking ook meegekregen. En dat is omdat op een of andere manier vertaalt zo'n uitzichtloze situatie zich in een soort desperado houding van het is nu of nooit. En kijk, Israël is een atoommogendheid, heeft naar schatting tussen de 100 en 200 atoomwapens, van tactisch tot en met zware explosieven die op steden kunnen worden gebombardeerd. Mm-hmm. Maar zij staan met name niet in Gaza, waar ze het al verliezen. Ze slagen er niet in om de Hamas daar uit te schakelen. Nee. Stan van Auken heeft er nog op gewezen dat de Gilati-brigade, wat de elite, de Waffen-SS van Israël is, dat die teruggetrokken is. Omdat ze bang waren dat die te zwaar zou leiden. En het echte gevecht wat er aankomt is met Hezbollah. En Hezbollah heeft inmiddels raketten die alle Israëlische steden, het is maar een klein kutlandje, ja, dus die als ze alle Israëlische steden kunnen bereiken. Nee, dat is zo. Nou, dat maar niettemin heeft Israël nu bij herhaling gezegd, wij gaan ook Libanon aanvallen. Ja, dat klopt. Schakelen. Maar het is ook wel zo natuurlijk dat meneer Netanyahu ook internationaal steeds meer met de rug tegen de muur komt en ook binnen Israël zelf natuurlijk een min of meer niet gedragen leider meer is. Nee, hij had al lang in de gevangenis moeten zitten, omdat hij ook allerlei corruptieschandalen aan zijn broek heeft gehad. Maar nog even dan, jij bent het wel met mij eens dat waarschijnlijk het oplossingsmodel is de erkenning van de Palestijnse staat. Nee. Ik heb ooit het voorrecht gehad, dat heb ik al eerder verteld, examinator te zijn van een proefschrift in Sussex over de One State Solution, met Ilan Pappe. Ja. En die de external examiner was. En dat moet je dan lezen natuurlijk. Ja. En commentaar opgeven. En ik ben tot de conclusie gekomen, dit is de enige oplossing. Ja. Want Israël heeft duidelijk gemaakt, alle akkoorden die waren gesloten om die twee staten dan te realiseren, volledig te negeren en te saboteren. Ja. Maar ook dat hij een Palestijnse staat bijvoorbeeld niet de rivier de Jordaan mag bereiken. Die grens met de rivier wordt door Israël gecontroleerd. De zee. Ja, goed, wat ik daar altijd eigenlijk in gezegd heb, in die keuze tussen de één-staat-oplossing
wat het over zou betekenen dat alle Palestijnen in dat gebied, die 7 miljoen Palestijnen in dat gebied, dan allemaal te komen te wonen in de staat Israël, maar allemaal burgerrechten krijgen. Ja. En dat krijgen ze ook niet van de staat Israël. Nee. Dus daarom denk ik dat er eigenlijk geen andere weg is. En dat is ook natuurlijk wat 75 jaar geleden door de Verenigde Naties is beloofd. Namelijk de erkenning van die twee staten, Israël en Palestina. Wat wellicht dan de oplossing zou kunnen zijn, is een confederatie. Ja, dat heb je eerder gezegd. Dat vind ik juist. Dat is namelijk een stap naar de één staat. Ja. Maar demografisch is Israël... Twee entiteiten. Je zou kunnen zeggen, het is een combinatie tussen de twee staten en een één staat oplossing. Ja, maar je vergeet niet dat er ook nog een territoriaal probleem dan is. En dat is dat er ook een heleboel Palestijnen gewoon in Israël wonen. In het Israëlische parlement zit een kleine Palestijnse partij. Ja, daar wonen 1,5 miljoen Palestijnen. Precies. In Israël. En er wonen 500.000 Joodse burgers op de Westbank, wat in feite Palestijns gebied is. Ja. Maar, goed. En maar je moet je wel realiseren, 139 van de 193 landen hebben de staat Palestina als staat erkend. Ja. Dus voor mij... Dat betekent helemaal niks. Nee, nou er ja... Er wordt toch niet één... Ik bedoel, er vindt voor onze ogen een ongekende slag. Nee, maar daar heb je gelijk in. Nee, maar men zegt daarbij, de Israëli's zeggen daarbij... je moet de baby's en de kinderen moet je vermoorden, zodat er niet dat demografische overwicht wat op termijn zou gaan leunen tegen de dan vergrijzende Israëlische staat. Ja. Dat kan je op die manier. Er zijn 15.000 kinderen gedood. Er zijn duizenden kinderen met geen handen en geen benen meer. En noem alles maar op. Dat is een verschrikkelijk voor. Het is niet te geloven. Kijk, de reden dat ik me daarover opwind, is het feit dat Nederland dat steunt. Wij, ons eigen land, ja, steunt. De media dekken het af door niet alles te laten zien. En mogen straks ook, als er een staak, er komt geen staak in het vuur. Ze willen echt die hele bevolking uitroeien. We zullen zien, wij, waaronder jij en ik, gaan zondag 31 maart om 12 uur op de Dam een statement maken. Jij gaat spreken ook. Ik ga trouwens ook spreken. Daarna gaan we met een demo naar het Museumplein. En dan hopen we dat er heel veel mensen komen. En dan gaan we ook nog weer terug. Misschien moet je nog even zeggen waar jouw speech over gaat. Nou, voor een deel. Ik denk dat ik zou willen spreken, maar daar heb ik nog niet helemaal uitgedacht, over het idee wat wel verbreid wordt van dat we een slaapwandelend een wereldoorlog ingaan. Ja. En dan wil ik toch echt wel zeggen, na lange jaren van studie, er is nog nooit een oorlog geweest die slaapwandelend werd binnengegaan. Want een oorlog vereist veel te veel praktische voorbereiding, waarbij rationele overwegingen een rol spelen. Ook al kunnen die rationele overwegingen een irrationeel perspectief. Nou ja, dat is wat ik eigenlijk ook denk. Het is rationeel gezien vanuit het militair-industrieel complex. Maar het is irrationeel gedacht vanuit het belang van alle bevolkingen in Europa met name, maar ook natuurlijk in de hele wereld, in Israël, Gaza en natuurlijk ook de rest van de wereld. Ja. Nou, ik... Waar ga jij het dan over hebben? Ik ga aangeven hoe je, hè, zoals ik ook in dit boek zeg, hoe realiseren we vrede in Oekraïne? Ja. En dat is natuurlijk ook hoe realiseren we vrede in Gaza? Ja. Dat ga ik aangeven. Nee, dat is misschien een beetje idealistisch. Nee, maar ik begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk, alle verzet tegen oorlog wordt uiteindelijk gevoed door de diepe behoefte aan normale omstandigheden. En normale omstandigheden zou vrede moeten zijn. Ja. Petra, de onvermoeibare organisatrice van deze demonstraties op de laatste van de maand, zegt ook altijd, kan je nou ook een keer zeggen hoe we hieruit kunnen komen en wat we kunnen doen? Dat zal ik dan doen, dat is dan mijn taak. Maar we roepen in ieder geval bij deze al iedereen op om op die vredesdemonstratie zondag 31 maart 12 uur op de Dam te komen. En als u zegt, ja, maar die radicalinskies van Kees van der Peil en Aap Gieteling, die hoef ik niet te horen, komt u dan gewoon op het Museumplein. Ja. Goed, hartelijk dank voor de aandacht.